Ze doen het onwijs goed, maar wat kan er beter? We vragen een trainer van FC Twente, Jozef Oosting. En dankzij een heerlijk doelpunt van Jury de Geer wint Twente dik. Het is 9 oktober, dit is de eerste helft van 21 voetbaltijd met Jozef Oosting en René Wagelaar. Welkom bij 21 Voetbaltijd, de voetbaltalkshow van Twente. Elke week met René Wagelaar als vaste analist. René, welkom. Leuk goedemiddag, dat je er weer bent. En elke week ook met een spraakmakende gast. En dat is je toch weer gelukt, René. Jozef Oosting. Ja, maar Jozef heb ik een goede band mee. Ja? Dus Jozef, Jozef heb ik een goede band mee. Want ik ken hem sinds jong AZ, dat ik daar veldhuis begeleidde in die tijd. Ja. En dat was zijn zoon ook. En die kijkt is nu bij Willem II. En ja, we hadden eigenlijk wel een klik, vond ik. We waren, ja, zoals we zijn eigenlijk. Je lacht geniepig, Jozef. Nee. Nee, maar dat was ook zo. Ja, dat was gewoon zo. Normaal, zoals het eigenlijk volgens mij hoort in het leven. Ja. En daar hadden wij een klik. En sindsdien, en ik kwam nu bij Twente. En ik vond het ook een hele goede keuze toen hij al kwam, buiten dat ik Jozef ken. Ja. Dus ik heb hem gevraagd en hij komt. Dus. We gaan het zo meteen wat meer over Twente hebben. Maar toch even, Jozef, hoe is het met je? En met mij goed. Ja? Ik heb het... Allereerst goed naar mijn zin in het mooie Twente, bij een geweldige club. Ik heb het al vaker gezegd, ik denk dat het heel goed bij me past, het sociale. Ik ben een sociale trainer, wat uiteindelijk ook het noperschap staat hier natuurlijk wel hoog in het vaandel. En daar pas ik gewoon heel goed bij en het nuchtere wat hier is, dat staat gewoon heel dicht bij mij. En, dus nogmaals, om antwoord te geven op je vraag, ik heb het hier enorm naar mijn zin. Ja, en hij woont in Oldenzaal, dat zegt alles. Als je daarvoor kiest, dan ben je al tevreden. Ben je een tevreden mens? We wonen alleen maar tevreden mensen, wil je zeggen. Ja. Gadverdamme, man. René, we trappen elke week af met jou natuurlijk. Vaak is dat een voetbalitem waarmee je aftrapt. Maar deze keer vond jij iets zo benoemswaardig dat je dacht, nou, daar moeten we het even kort over hebben. Max. Welke Max? Niet Huibert, maar Max Verstappen. Nee, ik ben wel een klein beetje Formule 1-fan. Ik was het meer toen het nog echt spanning was, want de spanning is er bijna nu al af. Het is, hij zet die motor aan en hij gaat en de rest doet dit. Over hoe later zie je de rest over de finish gaan? Potverdorie, wat knap wat die man kan. Ik heb drie keer de pet af als kan, want dat vind ik wel zo giga goed. Hij heeft de auto voor elkaar, hij heeft alle voorwaarden, maar dan moet je het nog wel doen. Ja. En op die leeftijd dat hij dat drie keer nu al heeft gepresteerd. En hij evenaar toch een paar hele grote namen. Hè, dat hij straks misschien wel 4, 5 keer wereldkampioen wordt achter elkaar. Ik vind het, want het is een sport. Voetbal is topsport. Maar Formule 1 lijkt me topsport. Ja. Dan moet je geen ruzie hebben thuis met je vrouw voordat je weggaat. Wat dan? Zo erg qua concentratie moet het zijn dat alles mee moet zitten tot in de puntjes. Wil je die rit zo kunnen doen? Het gaat om 1000ste. Dus het was niks voor jou, die ruzie die jij iedere keer met jouw vriendin hebt. Ik heb ook vriendinnetjes. Dus, dat kan niet. Maar het gaat top. Om 1000ste. Respect voor. Dat is echt niet normaal. Volg jij het een beetje? Je bent druk natuurlijk, maar... Ja, ik volg het wel, hoor. Ja? Maar ook al een tijd. En, toen zijn vader nog reed, hè, Jos. Zat hij bij Benetton, dacht ik. Maar ik ben breed georiënteerd op het sport in totaal. Ja. Als het nou om Formule 1 gaat, of het gaat om handbal, of het gaat om volleybal, wielrennen. Ik volg gewoon allemaal sport. Ja, breed. Ja. Maar waar kunnen we dit mee vergelijken, heren? Want we praten erover als het best wel normaal is, maar drie keer wereldkampioen. Waar kunnen we dat mee vergelijken? Met Nederland dat ooit wereldkampioen gaat worden? Vanaf 4 in een kat zitten en talent hebben en de goede lengte hebben. Want alles is natuurlijk heel belangrijk. En een vader die hem daar ontzettend in kan helpen en ook heeft gedaan. Ja, hij heeft wel de voorwaarden vanaf kinds af aan gehad om eventueel te slagen. Maar hij moet het zelf toch doen. Ja. En als jij met 330 op een bocht afgaat, ik vind 100 al snel op de Oldenzaalse straat. Dat doe je ook altijd. Ja, zo rij je maar als je dan met 330 op die, dan denk ik, mijn heren, God. En je zit aan de grond, schijnt 2 keer zo snel te zijn dan in werkelijkheid als je in een auto zit, in een normale. Dus je komt eigenlijk een keer zo hard. En ook nog in Qatar, hè, waar het 40 graden was. En er zijn verschillende coureurs. Ja, 3 toeschouwers hoor ik. Ja, nee, nog. Niemand wil kijken. 120.000 waren. Ja, maar het was wel echt heel weinig te doen op de sponsoravond. En ze keken dan toch weer later naar het rugby. Het leeft daar niet zoals in Europa. Je had zo'n sponsoravond gewild als dat wij hadden bij 21. Ja, dat was mooi. Ja. Dat is goed, bedankt René. We gaan over naar de gast van vandaag. Daar hebben wij altijd wat vragen voor bedacht om jou toch wat beter te leren kennen, Jozef. Want, je bent hier nu al een paar maanden in het mooie Twente, maar wie ben je nou? Wat voor type zit hier nou aan tafel? De vraag aan jou is om deze vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Niet na te denken, gewoon eerst wat in je opkomt. Ja. En dan zal jury Wagelaar opletten en als hem iets opvalt, dan zal hij daar op ingrijpen. Ben je er klaar voor? Zeker. Komt-ie. Ik vind het jammer dat ik geen volkszanger ben geworden.
Nee. Omschrijf jezelf in één woord. 100%. Omschrijf FC Twente in één woord. Nobberschap. Als ik een voetballer uit de gehele geschiedenis mag toevoegen aan mijn team, dan zou ik kiezen voor... Nog één keer? Als ik een voetballer uit de gehele geschiedenis mag toevoegen aan mijn team, dan zou ik kiezen voor... Zo, die... Ja. Dat is een lastige... De redactie is aan het werk geweest. Johan Cruijff. Ik denk dat ik na mijn tijd bij Twente ook nog een stap hoger kan. Ben ik nog niet meer bezig. Mijn ontslag bij HHC Harderberg was onterecht. Nou, nee. Aanvallend of verdedigend voetbal? Aanvallend. Het enige wat dit Twente nog mist is... Oeh. 3, 2, 1. Ga ik geen antwoord op geven. De KNVB had mij veel eerder moeten toelaten bij de cursus coach betaald voetbal. Ja. Twente gaat meedoen om het kampioenschap. Nee. Iets opgevallen, Wagelaar? De meest opmerkelijke is, denk ik, van Harderberg. Ja? Onterecht, ja. Ik denk dat in kun je eens uitleggen wat er is gebeurd, allereerst? Nou, niet inhoudelijk. Daar had ik geen contact met Jozef of met Bert Nijboer in die tijd. Maar dat het apart is in die tijd, dat hij na, ik dacht, 6, 7 wedstrijden? Zoiets? 10. 10 waren het, nou 10. Dat hij daar weg moest, dat het even niet liep. Dat had ik nooit verwacht. Nee. En waarom Harderberg dat deed, dat zal Jozef beter weten. Maar ik had wel zoiets van, het voetbaldier in Jozef, waarom krijgt hij het niet aan de gang? Dat zal ongetwijfeld zijn reden hebben gehad. Maar ik blijf het bijzonder vinden dat het gebeurd is. Sportieve... En je ziet nu achteraf wat hij in zijn mars heeft. Ja. Had het met sportieve prestaties te maken, Jozef? Ook met ja, de hele organisatie? Ik denk het wel. Kijk, er kwam natuurlijk in de voetbalpyramide kwam er natuurlijk de tweede divisie. Ja. En ik had nog een doorloopcontract bij Vitesse. Dat deed ik onder de 19. En best heel laat ging de trainer weg bij HHC. En vervolgens kwamen ze bij mij, omdat ik natuurlijk met heel veel spelers had ik samengewerkt. Zowel bij Emmen of bij ACV, mijn vorige amateurclub, of bij WKE. Ze dachten dat past. Dus mijn naam kwam vanuit de groep. En ik moet eerlijk zeggen, de gesprekken die ik met Bert Nijboer toen voerde en met de TC daarvan, die waren goed. Ik vond HHC natuurlijk ook zo'n toonbeeld van een amateurclub in Noordoost-Nederland. Ja. En die tweede piramide trok me gewoon enorm. De tweede piramide, ik bedoel, de tweede divisie, die piramide, dat trok me enorm aan. Ja, en uiteindelijk is het niet goed gegaan. Nee. En dat is natuurlijk, kijk, het grootste gedeelte stond de selectie al. Ja. Dus daar had ik niet zoveel invloed op. Dus het was intern. Intern liepen er een aantal dingen. Goed, en uiteindelijk ga je daarmee aan de slag. En ik dacht natuurlijk met de manier van werken. Op het moment dat je in het betaalde voetbal zit en je werkt met jonge jongens. En die zitten vol in ontwikkeling. Ga je aan de slag en vervolgens merk je dan toch wel dat je... Ik ben natuurlijk van hard werken en uiteindelijk... Ik wil niet zeggen dat ze daarvoor het niet deden, nee. Zo bedoel ik het niet. Maar wel dat je bezig zit op de ontwikkeling van spelers. Ah, en dan ben ik dan wel iemand van... Hey, ik heb natuurlijk al videobeelden en in dit geval voor een gameplan. En de individuele ontwikkeling en meer trainen. En faciliteren moesten we dingen nog wel... Konden in mijn ogen nog wel verbeteren. En dan zie je op een gegeven moment dan... Ben je bezig met een groep en dan vind ik dat ik sec naar mezelf kijk, dat je een overkill geeft aan nieuwe informatie. Dat kan ook zo zijn, hè? Ja. Videobeelden, individuele ontwikkeling. Ze waren niet klaar voor wat jij wou eigenlijk. Ja. En dan kijk ik sec naar mezelf en dan valt het dan tegen. En dan ga ik dan nog harder werken en dan ga ik nog meer dingen zelf doen. En dat was toen, als ik daar op terugkijk, was voor mij één groot levensles. Want zo simpel is het ook. Ja. Dan kijk ik sec naar mezelf. Ik kan geen mensen om me heen kan ik veranderen. En het enige kijk ik dan naar mezelf. En ik denk dat wel misschien wel... Want het ging bij mij natuurlijk als trainer voor de wind. Hè? Met ja. Jeugd, kampioenschappen en bekers gewonnen enzovoort. Met goede spelers mogen werken. En dit was voor mij dan wel iets dat ik dacht... Even goed in de spiegel kijken. Zo dat kan je, het ook. Ja, en dan kijk ik zeg naar mezelf. Dat was voor mij één groot levensles. Dus toch wel blij dat je dat hebt meegemaakt. Ja, klinkt raar, ja. Maar ik heb me daar wel voor geschaamd. En denk, hoe kan het nou dat me dat niet is gelukt? En dan ga je gewoon... Je leert er ook van, toch? Ja, zeker. Ik heb er enorm veel van geleerd. Ja. En anders had ik hier niet gezeten. Nee. En was je niet bang, dan gaat het mis? Hoe krijg ik weer een die dat niet? Je dacht altijd van, dan kom ik wel ergens... Ah, ja. Kijk, uiteindelijk na het ontslag was het volgens mij binnen een dag dat Moalag mij belde. Ach. Van Joos, of Jozef, wil je terugkeren naar Vitesse? Weet je, omdat...
En dat heb ik toen ook gedaan. Ja. En vervolgens dan loopt dat. Nee, ik was niet bang daarvoor. Nee, nee, kijk, nee. Want volgens mij maakt iedereen wel eens een keer een keuze wat niet goed is. Als iemand dan een auto koopt of ik heb iemand... Zeker, dat ik mee vind. Ik heb hem als presentator. Ik wist dat je dit ging zeggen. Je maakt iedereen, nog eens een fout. Nee, maar of een fout. Of iemand koopt een huis waar je gelukkig is. Geen spijt, maar... Nee, totaal niet. Wel, net wat ik zeg, ik heb er een levensles uit gehaald. En dat is... Ja, daar heb ik achteraf ben je er blij mee dat het is gebeurd. Ja, en ook gevraagd aan mensen van, hey, wat heb ik nu verkeerd gedaan? Ik heb namelijk ook na die tijd, en dat was wel mooi van Bert Nijboer, volgens mij een paar maanden na die tijd, en dat we nog hebben gegeten ergens in Ommen, met z'n tweeën. Ik wil ook van hem weten van, hoe wat ging het voor? Ja, of, ja. Dat heeft... Nou, Bert is een goede kerel. Ja, kun je echt prima mee zo in deur. Dat is een goede. En nogmaals, HC is een mooie club en gewoon simpelweg goed gedaan. Terug naar de regio, want jij wilde geen antwoord geven op de vraag. Het enige wat dit Twente nog mist is, jij geen antwoord geven? Nou ja, ik moest het snel doen en ik vind dat je daar altijd over na moet denken. Ja. Kijk, wat missen we? Kijk, als je ziet, je bent 4 jaar terug, met Twente zat je nog in de KKD. Hè? Ja. En waar je nu staat, hebben ze natuurlijk een enorme progressie geboekt in alles. Weet je? En er staat een goed team, een goed elftal. De supporters die zijn geweldig. Hè? Ik woon hier dus in Oldenzaal. Als je ziet hoe het leeft, en dat vind ik echt wel. Dat vind ik echt briljant. Echt een naberschap. Ja, het naberschap en met elkaar en ook het trots, weet je, dat spreekt me enorm aan. En uiteindelijk heb je daar een bepaald budget voor. Mm-hmm. En ik vind dat we op dit moment een selectie hebben wat complementair aan elkaar is. En dat is één. Ja. Er zit een bepaalde teamgeest en een teamspirit in. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. En ze willen ontwikkelen. Ja. En nogmaals, dat vond ik wel belangrijke dingen. Ja, en dan soms moet je ook weten van wat je hebt. Hè? En dan vervolgens ga je mee aan de slag. En dan hebben we straks in januari gaan we kijken van hey, waar staan we? Hoe is de ontwikkeling van onze jongens, van ons team? En ook van de club. Hè? De club moet daar natuurlijk ook in meegroeien. En dan gaan we eens kijken van wat we kunnen en hoe we het kunnen doen. Maar toch, omdat het nu zo goed gaat, ben ik toch wel benieuwd naar iets waarvan jij zegt, nou, daar zou ik graag iets meer verbetering in willen zien. Nou ja, er zijn toch wel dingen, Jozef. Je bent niet op een niveau van een PSV of een Feyenoord. En wat is dan hetgene wat daar nog... Nee, dat begrijp ik. Ja. Ik begrijp dat je ergens naartoe wil. Maar op het moment dat je we zijn 8 wedstrijden onderweg. Hè? Zeker. En daarvoor hebben we ook nog wat wedstrijden gespeeld in Europa. Vind ik het punt 1 nog te vroeg van wat we nu echt daadwerkelijk moeten hebben. Mm-hmm. We hebben maar 1 wedstrijd verloren. We hebben 7 wedstrijden gewonnen. En 21 punten, dat is voor Twente. Onwijs goed. Dacht ik wel. Ja. En vind ik ook. Maar ik vind het nog te vroeg om te zeggen van dat moeten we nog echt hebben, zeg maar. Want ik ben blij. Dat snap ik, maar je kan ook begrijpen dat als Erik ten Hag hier bijvoorbeeld aan tafel zou zitten, zo'n type is dat wel. Die zou, ook al zou die 24 punten heeft acht wedstrijden. Kan beter. Zal hij alsnog zeggen. Ja, maar dat kan beter. Dus daarom was ik benieuwd. Misschien zie jij iets waarvan je zegt, ik vind dat de flank wat beter. Heb geleerd in mijn carrière als trainer zijn dat je beter is om... Dat je het als het goed gaat in het midden blijven. En als het slecht gaat ook in het midden blijven. Ja, en dat is het mooiste, Laten we nu eerst maar eens even kijken van hoe het zich verder ontwikkelt. Een bruggetje is misschien wel, jij wilde ook niet uitspreken, dat jullie meegenomen in het kampioenschap. Waarom is dat zo gevaarlijk voor een trainer of voor een ploeg om te zeggen? Is niet gevaarlijk, is realistisch. Ja? Ja, ik vind met alle respect PSV en Feyenoord zijn gewoon de beste ploegen van Nederland. Dan heb je er 2. Ja, zeker. En nogmaals, we doen het goed, hè. Maar ik vind dat is toch wel van... Te vroeg en zij zijn maar breder. Maar Jozef heeft ook nog een selectie waarvan, als je het heel reëel bekijkt, wat Twente op de bank heeft nu... En wat AZ in kan brengen, als je dat ziet, dan mag AZ ook nog boven Twente eindigen. Dus ik vind, kampioenschap is wel te hoog gegrepen natuurlijk. Dat is bijna een utopie. Ja. Maar kijk, zij brengen zo'n Mattes in, die als Panetra of die centraal, die gaat eraf. Of iemand, die brengen ze Mattes in, die ze brengen zomaar die andere Lachdorst, die even een tijdje niet speelt. Ze hebben zoveel talent erachter zitten. Ze hebben nog minutie erachter. Ja, daarom. Ja. En Twente zou de selectie misschien nog wat breder met een hoger level kunnen krijgen. Als ze dat als uitdaging. Kijk, en dat zou wel mooi zijn. Is dat een plan voor de winter? Nou, dan heb ik gezegd, zo ver zijn we nog niet. Ik vind dat je daar ook altijd de tijd voor moet nemen. Kijk, op het moment dat jij je selectie breder trekt, uiteindelijk kunnen er maar 11 spelen. Hè? En uiteindelijk dat betekent dus ook dat de andere spelers, die moet je tevreden houden. En die moet je wel een plan kunnen bieden van hey, dat ze een kans hebben om te spelen. En uiteindelijk ook, ik vind het moet zin hebben dat
ons team dat die zich kan ontwikkelen. Eiting en Van Bergen nu bijvoorbeeld zijn twee goede aankopen. Maar die spelen dan niet. Maar het zijn geen jongens die meteen, weet je wel, de rotte appel worden in de groep. En dat is wel heel belangrijk dan. Maar als die een tijdje niet spelen... Een beetje uitdaging naar elkaar toe, hè? Ja, maar dat hoeft dan niet altijd. Deze zijn complementair aan de rest van de groep. En die weet precies zoals Jozef van de week in de pers zei. Die gaat niet spelen. Op dit moment begrijpt hij. Omdat hij nadenkt. Hij denkt, ja, dit elftal staat. Keulen doet eigenlijk best hartstikke goed. Waarom moet er gewisseld worden? Moet je mij uitleggen waarom? Waarom moet Twente wisselen? En rechtsbuiten, Rots doet best prima. Er zit nog iets een stijgende lijn in nu. Gisteren was hij ook weer oké. Okay. Nou, waarom moet Van Bergen er dan in? Dat kun je wel brengen. Maar je hoeft niet te wisselen om te wisselen. Vind ik. Maar goed. Ja, jij bent ook de analist, dus ik ben blij dat je je mening geeft. Nee, maar goed. Maar Twente kan doen. Dat is... Dat is toch nog te ver. Ja. Duidelijk. Vind ik. Het kan wel een ambitie worden, hè? Ja? Ja, natuurlijk. Maar wat zijn de doelen? Hebben jullie intern geen doelen dan? Jazeker. Maar die hebben we dus niet aan het Nee. Natuurlijk hebben we... Maar nu te vroeg. In de voorbereiding, ja, dat is het ook, weet je. We hebben natuurlijk met elkaar gezeten met de spelersgroep. En natuurlijk ook als staf. Hè. Die hebben groepjes gemaakt van, hoe gaan we het... wat is onze doelstelling voor dit jaar? Ja. En als het nou voor de beker het is, of het is voor de competitie, of het is voor de Europees. Europees, ja. Dus daar hebben we wat doelen bij gesteld. Maar we hebben ook onze ambitie uitgesproken. Mm-hmm. Kijk, als Mislintat bij Feyenoord komt, hebben ze kans om kampioen te worden. Dan gaat het hard. Dat scheelt wel weer. Al dat wereldbruggetje naar Ajax. Dat gaat ongelooflijk. Dus dat moet ik niet hebben. Dit staat goed. Mooi, Jozef. Nou, je bent er doorheen gekomen. Ik vind het nog wel leuk. Waarom wilde je geen volkszanger? Ik vind het jammer dat ik geen volkszanger ben geworden. Nee, ook okay, heel niks. We hadden Eddie van der Leij, die zat hier vorige week aan tafel. Die vond het mensonterend, het volksmuziek van bijvoorbeeld. Ja, die vindt vrees. Ja, ja. Ja. Nee. Dus vond het wel leuk om even aan jou te vragen, maar goed. Nee, is niet meer kwaliteit. Nee? Ik zing af en toe wel eens een keer onder de douche, maar daar houdt ook bij op. Maar er was dan nog een vraag over of niet, van een supporter die er vroeg in de Grolsvesten iemand... Dat Jannes kwam zingen een keer. Ja, of Jannes nog een keer. Ja, klopt. Ja. Iemand die vroeg nog af of jij of Jannes niet nog een keer een riedeltje kan... Volle grols. Ja, Jannes is een neef van mij. Ja, daarom. Ja. Dus wat dat betreft, de artiesten zitten wel bij ons in de familie. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel heel erg mooi dat we Leonora na de wedstrijd horen in het mooie Grolsvest. En dat mensen daar gewoon heel erg goed op gaan. En dat vind ik wel mooi. Het is altijd een feest. Het is niet normaal. Ja. Maar nu we het toch over Twente hebben, laten we dan ook even gelijk hebben over de wedstrijd van afgelopen weekend. Ja, René, was jij in het stadion zelf eigenlijk, vroeg ik me nog af. Nee, ik ben twee potjes volgens mij geweest. Gistermiddag heb ik eventjes lekker achterover op de bank ben ik gaan leunen. Ja. En dan ben ik lekker gaan zitten. Ik denk, drankje erbij. Ja. En dan kijk ik zo'n wedstrijd vanuit de sofa, zeg maar. Ja, je had nog even een filmpje gemaakt van hoe je erbij lag. Ja. Ja, heb ik jou toegestuurd. Ja. Ja. Oh, ik weet niet wat er komt hier. Ja. Ja. Je bent ook zo vies werk, hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Nee, ik was thuis. Ik denk, ik ga lekker de wedstrijd thuis kijken. En ik ben ook zo blijven liggen. Ja? Weet je waarom? Twente is wel eens heer en meester, maar nu waren ze met 4-A's en nog een keer 4-A's meester. Heer en meester. Ja. Ver uit Fortuna had helemaal niks te vertellen, op geen enkel vlak. Lars Oenestal heeft er alleen voor gezorgd om het één keer spannend te maken door de bal te kort naar buiten naar Samsted te spelen. Omdat hij zich verveelde waarschijnlijk. Dat denk ik. Hij denkt, ik wil ook een keer in beeld komen. Ja. Nou. Er was geen kans voor Fortuna, kansloos. Twente perfect gespeeld. Heer en meester waren ze zeker. En dan als je ook nog zo'n lekker doelpunt maakt als Jure de Geer, dan is dat extra lekker natuurlijk. Hoe keek hij zelf naar deze wedstrijd? Totale dominantie vandaag, denk ik, als FC Twente zijnde. Eerste helft heel veel ruimte gehad, tweede helft nog meer. En dat je 2 minuten na rust zo'n goal maakt, dat is alleen maar heerlijk. En dan weet je dat de wedstrijd eigenlijk in het slot zit. Alleen ik denk dat we dan nog meer goals kunnen maken. Maar wat ik zeg, 0-3 winnen uit bij Fortuna Sittard, is alleen maar heel mooi. En de 0-2 na rust maken is altijd fijn als team. Maar als je hem zelf maakt, alleen nog maar mooier natuurlijk. Hij ging aardig de bovenhoek in, hè? Ja, 2 minuten na rust. Dan weet je dat een dodelijk moment kan zijn, helemaal als het 0-2 is. En ja, dat hij er zo in vliegt, dat is alleen maar mooi. Tevens uitgeroepen tot talent van de maand. Wat mooi, hè? En wat een poeier was het trouwens. Echt niet normaal. Is dat aardig in? Ja, geweldige bal. Toch? Maar ook die aanval, hoe dat tot stand kwam, zeg maar. Met Daan, Rots. Gewoon rechts, wat we graag willen, rechts beginnen. Verkantwissel. Een bal op de 16.
En dan aanname, maar met zoveel gevoel de bovenhoek in draaien, ja, dat was echt geweldig. Hij was ook overal Jozef op veld, want hij deed ook een keer op een voorzet van Rots, kopte hij bijna in. Dat was hij ook alweer in de 16. Dus hij is ook aanvallend sterk, maar hij is lichtvoetig, hij loopt makkelijk, hij is technisch goed. Inzichtelijk, ik vind een hele goede aankoop, tuurlijk. Ik krijg heel veel plezier van. Heer en meester, zei Jor René, waar lag dat aan? Ik vond ook wel eerlijk gezegd Fortuna een beetje lammig. Dus Twente goed, maar Fortuna niet dat ze de tweede bal het duel konden winnen. Ik vond, die vielen me tegen. Daar had ik iets meer weerstand van verwacht. Desnoods maar een keer over te schreven. Maar, maar Twente voetbalde zo makkelijk dat het ook soms zo lijkt. Weet je wel. Dan kun je niet iemand meer raken. Dan lijkt het net, dan gaat het te snel. Ja. En dat had ik bij Fortuna dit keer wel. Het ging allemaal te snel voor hen. Ja. Twente leed soms één keer raken gewoon. Dat was perfect. Was dit een wedstrijd zoals je het zou willen zien? Uit het boekje een beetje? Ja, dit is iets wat je graag wilt, hè? Dominantie. De tegenstander dus slecht te laten lijken. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, Fenerbahçe uit de eerste helft. Die was ook top. Fenerbahçe thuis. Ja. De hele wedstrijd. Ajax thuis. Ja, we hebben natuurlijk al laten zien dat we een hoog niveau kunnen aantikken met elkaar. En ondanks dat natuurlijk hiervoor hadden we een paar wedstrijden wat minder ging, ja, weet je wel. Maar dat was het resultaat moeizaam. Nog wel goed. Maar we geloven gewoon enorm in het moment als je gewoon een goed level hebt ten aanzien van voetballen, zowel in het aanvallen als in het verdedigen, dan komen de resultaten vanzelf. Ja, ja. En dat was gisteren wel heel erg mooi om te zien dat je, net je zegt, zo dominant bent en dat je de bepaalde. Kijk, mijn referentiekader is de kwaliteit van de trainingen, weet je wel. Daar zit een bepaalde ontspanning in en een bepaalde dynamiek. Dat je dat terugziet dan in een wedstrijd. En is Fortuna best wel een tegenstander. Ja, die zijn niet zo slecht. Lastig. En dat is gewoon lastig om daar te winnen. Dat je dus dat kan laten zien dus uit bij Fortuna. Fijn, we kunnen zich helemaal vastzetten gelijk. Natuurlijk. Ja. Jozef zie daar nog tegenop, maar in ieder geval straks heb je Smal en Brenet weer terug, hoe je het weer op moet lossen. Is wel leuk om te doen, maar ook wel weer dat je denkt, potverdorie, hoe, dan moet je weer passen en meten, want ze doen het eigenlijk bijna allemaal goed. Ja, zeker. Dus bijna, eigenlijk is er niet één, maar gisteren was Stijn misschien de minste van de elf. Misschien qua aan de bal, dat hij ook terecht gewisseld werd, vond ik. Maar ik heb ook het gevoel dat het echt een familie is. Klopt dat ook zo? Ja. Het zijn echt broeders van elkaar, echt. Ja. Ja, maar dan moet je ze wel inpassen straks. Die moet wel weer, of moet. Je kan ook zeggen, net als met nu Eiting en Van Bel. Ja, dit loopt, ik laat staan. Daar gaan ook natuurlijk. Maar het is weer, want er waren twee perfecte backs, man. Ook. Ja. Dus je hebt een luxe positie. Dat is het ook, hè. Nou, als je het hebt dus over de breedte van de selectie en ook de kwaliteit. Ja, ik denk dat we daar mee goed zitten. Dus met andere woorden, dan ben ik daar tevreden over. Ook dat moet de tijd zich weer uitwijzen. Uiteindelijk van als die jongens significant laten zien dat ze beter zijn, dan gaan ze spelen. Ja. Maar zoals gisteren hebben we het prima gedaan. En Jury, uiteindelijk was wel een uitprobeer om hem als linksback te laten spelen. Dat was natuurlijk al uit bij Fenerbahçe zo. Ja. Nou, die kan dat prima. Maar dat deed hij toch ook voorheen bij Ajax? Hij was meer rechts. Rechts. Je ziet aan de aanname wel, hij doet alles met rechts in principe. Ja. Als die aangespeeld wordt, neemt hij in principe nooit met links en we doorlopen. Het is altijd rechts aan en dan wat doen met links. Maar dat geeft niet, dat kan prima uitpakken. Wat René ook al zei, weet je, Jury heeft het vermogen, zeg maar, om ook wel eens in de aanval gewoon mee te kunnen. En aan de bal is hij gewoon heel erg comfortabel. Ja, ja, ja. Dus hij het hebt over het meedoen en dat het heeft. Smal natuurlijk ook, Brunet natuurlijk ook, maar Samsted doet het ook heel goed. Ja, het is wel leuk als je het er nu over hebt. Je hebt 12 wedstrijden gespeeld. Natuurlijk doet iedereen het hartstikke goed. Alle gasten tijdens de training ook, dat zeg je. Maar ik ben wel benieuwd, is er dan één iemand wiens ontwikkeling je volgt waarvan je denkt, nou, dat moet ik toch wel even benoemen. Daar ben ik tevreden over. Die heeft zich zo hard ingezet de afgelopen paar weken sinds dat ik er ben. Daar zie ik echt groei in, ook persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik vind het lastig, want ik vind dat we, om daar expliciet één iemand uit te halen, zeg maar, ik vind dat het team dus groeiende is. Mm-hmm. En dan meen ik oprecht, als ik zie die jongen, dat is de basis, hè? Het plezier hebben en datgene wat we doen. Maar ook op trainingen, de oefeningen, gewoon 100%. Want als je dat doet, dan word je ook beter. Ja. En je ziet het als team samen groeien. Ja, dat vind ik misschien wel de grootste stap. Tenminste, zoals ik het zie, vanaf het moment dat ik binnen ben gekomen. En dat is wel begonnen met de spelersgroep zelf. Hè? Want je komt natuurlijk als staf
kom je binnen bij een groep. Nieuw. En de spelers die omarmen ons, zeg maar. En je doet het dus samen. Dus ze hebben ons ook het gevoel gegeven van we doen het samen. Vanaf minuut 1. En dat is wel mooi. Het gevolg daarvan is dat je uiteindelijk de trainingen naar je hand kunt zetten. Van dit is de manier van trainen. Ja, zo wil ik het. En dat al 100% wordt uitgevoerd, dan word je beter. En als je dat dan helemaal afpelt tot een persoon, kan ik je dat niet echt vertellen van hey, die persoon ontwikkelt zich op dat vlak zo allereerst goed. Dat vind ik eigenlijk wel het totale team. Ja. Maar Twente heeft ook niet eentje die er zeg maar kop en kont bovenuit steekt. Dat nee, is ook niet, wel maar zich voor wel zijn mooi. Doen kon misschien iemand wellicht wel een Daan Rots. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt, nou, dat is een jongen uit de jeugd. Die heeft wel aardige ontwikkeling gemaakt, altijd bang is. Nou, nu dan heb je hem een kans gegeven. En ik zie zelf persoonlijk, maar ja, jij bent de analist, dat hij elke wedstrijd veel meer groeit. Dus ik kon me voorstellen dat je zo niemand noemt. Nou, ook Daan, maar dat geldt natuurlijk voor Mees. Het hele team. Samsted is ook wel beter geworden. Samsted, ja. Dus dan, als je dat gaat noemen, dan doe je de rest tekort. Ja, dat vind, ik wel. Vind ik wel. Want ja. Los van het feit dat je zei dat Sam was gisteren wat minder, is altijd gevaarlijk. Altijd, de eerste altijd. Minuut krijgt hij wel weer een moment waarin hij die bal binnen kan schieten. Hij komt altijd in die 16. En dat geldt natuurlijk voor Flap, idem dito, weet je wel. Is zo belangrijk in het ritme, in een overtal creëren. En dan van daaruit, vanuit de positiespel, tot kansen komen. Daar slaapt natuurlijk wel, heeft hij wel gevoel voor. Nou, hij scoort ook. Dus nogmaals, om mensen explicieter uit te pakken, vind ik best wel lastig. Had je de bedacht van Flap om daar neer te zetten? Of was dat per ongeluk omdat je geen linksbuiten binnenkreeg? Dat je dacht, dan moeten we hem daar maar neerzetten, want Stijn scoort. Nee, goed, om eerlijk antwoord te geven. Uiteindelijk heb je, of je wens je lijstje, op een gegeven moment ga je. Ja. Er zijn natuurlijk twee buitenspelers vertrokken bij Twente. Of in ieder geval bij ons. En ook niet de minste, die waren vormgevers. Hè. Ja, en dan heb je een bepaald budget van ja, wie kunnen we halen. Nou, als dat dan tegenvalt, dan ga je ook kijken van wat hebben we intern. Hoe kunnen we dat oplossen? Nou, ik had al redelijk snel in de peiling dat we gewoon goede spelers hadden. En dan is het van welke nuance kun je aanbrengen in de manier van voetballen. Dat je nog steeds dezelfde spelervatting houdt. En er zit hem in een kleine detail van hey, hoe kunnen we dat dan doen. Ja. Nou, dan hebben we getracht al met Ricky. Aan de linkerkant. En hebben we geprobeerd dus met, in dit geval met Flap. En dan kom je er. Ja, die is wat bewegend. Ja, weet je, dus iets comfortabeler aan de bal, iets ander type. Ja, dus en uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen. En toen op een gegeven moment, aan het einde van de transferwindow, ga je natuurlijk met elkaar zitten van, ja, wat moeten we doen? Nou, als we een speler halen, moet die echt een keyplayer zijn. Of met andere woorden, moet een verschilmaker zijn. Ja. Nou, die is en die was er niet. Of hij scheelt een uur. Nou ja, goed. En dan doen we het. Met intern oplossen. Dit kan goed. Ja. Tot slot. Zijn jullie iets van plan tijdens Interland Weekend? Blijven jullie thuis? Trainen jullie door? Gaan jullie op vakantie? Wij wintersport. Interland Weekend. Wij trainen nu door. Okay. En we hebben nog een wedstrijdje gepland. Lekker. Ja. En daarna Heracles. Ik was wel benieuwd. Is Gijs Smal dan alweer fit om mee te doen? Gijs die doet wel blokken mee. Kijk, Gijs is natuurlijk best wel lang. Laatste wedstrijd was uit Hammarby, ging hij eraf. Maar die doet gedeeltes van de training mee. Hij heeft zaterdag heeft hij alles meegedaan. Ja, dus de achterkant is wel aanwezig dat hij er is. Twee weken nog. Hij kan deze week gaat hij weer mee trainen. Proberen mee te doen. En daar moeten we wel echt goed naar kijken van wat hij kan doen. Top. Heren, het is rust. Lekker man. Gaan. Lekker man. Even naar kijk je ernaar uit. Ja, moet je weer. Ja, dat is een leeftijd, hè? Dan krijg je. Zometeen gaan we wat veranderingen aanbrengen aan het format Wagelaar versus de gasten. Want dat gaat niet goed. Dat blijft maar in de overwinning voor mij. 3-1. Nee, de overwinning. Zeg even 3-1. Nee, daar hebben we het zometeen maar over. En bespreken we het teleurstellende resultaat van Heracles. Tot zo. Volgens Justin Hogema had Heracles last van een off-day. En Heracles FC Twente, hoe kijkt Jozef Oosting naar deze gezonde rivaliteit? Het is 9 oktober, dit is de tweede helft van 21 voetbaltijd met Jozef Oosting en René Wagelaar. Zijn we weer, heren. Rust gehad. Toch wel mooi om te zien hoe Jozef dat dan aanpakt in de rust, hè? Ja, dat deed hij goed. Ja.
Echt waar. Ik heb even flink op mijn flikker gehad, wou je zeggen. Ja. Oh ja. Ja. Even voor de hele groep. Nee, ik zei tegen Jozef van, het is mooi bij Jozef dat hij een persoon is die als persoon niet veranderd is hoe die is en hoe die was bij nu, alleen als trainer ontzettend gegroeid is. Ja. Dat is het mooie voorbeeld aan Jozef. Dat zie je hem ontzettend. En ik denk dat hij gaat over 2 of 3 jaar naar een grotere club ergens in Europa, waar dan ook wat ervoor, dan zal hij nog dezelfde Jozef blijven. Want ik heb dezelfde band met, die kent Jozef ook goed, de familie Quispel. Die komen uit Emmen. Ja. En daar heb ik een paar jongens van begeleid, Jan, Freddy. Die mensen zie ik ook nog steeds. Ja, die spreken nog steeds. Ja, daar ga ik nog mee uit eten. En Peter heeft net de kruisband gescheurd. Die zit bij PSV in de jeugd. Ook een groot talent trouwens, maar ook pech. Ja. Maar ook, ja, daar kan ik super mee. Daar heb ik een klik mee met normale mensen. Normale mensen. En dan valt je dat op. Die deugen, zeg maar. Oh ja, jij noemt dat deugen. Ze zeggen in ieder geval niet op de app s'avonds als je wat zegt van tja. Ze zeggen dan wel een heel antwoord. Dat is voor, ja. Is dit nou weer een sneer naar mij? Of wat is dit nou weer? Nee, dat doen we straks wel even. Maar wel een aardig compliment van René. Ik was wel benieuwd, hoe doe je dat normaal in de rust eigenlijk, Jozef? Als jij in de kleedkamer komt, hoe spreek je die jongens dan toe? Uiteindelijk, wij hebben aan de voorkant altijd een gameplan. Ja. En wij wat stafleden zitten boven. Samen met onze videoanalist. Tijdens de eerste helft hebben we bepaalde situaties die wil ik dus terugzien in de rust. Dus die presenteren we dus ook aan onze spelers. En de ene keer gaat het natuurlijk, zitten we meer op hetgeen van welke tegenzet zou een tegenstander doen. Ja. En wat doen wij dan? Afhankelijk natuurlijk van de stand en welke toon moet je aanslaan. Ja. En soms zit je in tactiek, soms zit je meer in hetgeen van hey, wat leveren we. Hè? Zitten we meer in het mentale. Dus dat varieert. En, ben je ook wel eens uit je slof geschoten? Of uit de slof geschoten? Dat wil nog wel eens een keer gebeuren. Ik vond zeg maar tegen PEC thuis, ja. Vond ik met name de eerste helft. Als ik dan zie hier, hoeveel overtredingen we tegenkregen en we lieten het maar gebeuren. En dan ga ik daar wel wat van zeggen. Ja. En dan is het wel zo, dan als het nou gaat om Pietje of Jantje. Ja, of René in dit geval. In dit geval, dan ga ik dat wel zeggen. En het gaat natuurlijk altijd om de vorm hoe je dat dan natuurlijk zegt. Hè. Maar soms kan het wel heel kort en zakelijk. Ja. En je hebt ook maar een kwartier natuurlijk. Ja, dus, maar goed, nogmaals. Kijk, als je te vaak heel erg boos wordt in de kleedkamer, dan moet je ook naar jezelf kijken. Want dan heb ik het aan de voorkant wel goed uitgelegd. Ja. Maar nee, over het algemeen houden wij... Lieve Jozef. Niet lief, maar ik zit gewoon puur op het zakelijk van wat we met elkaar hebben afgesproken. Mm-hmm. Dan zit ik veel meer op de gameplan. Ja, dan moet je daar aan houden. Ja. Mooi. Kijk, spelers die willen niks anders dan liefst eerlijkheid. En als je dat goed onderbouwt als trainer, dat denk ik ook niet, Jozef, dan ben je een heel eend. Ja. Als je gewoon eerlijk zegt, je was vandaag kloten, je gaat eraf. Gisteren Stijn, ik weet zeker dat hij niet zal denken, waarom word ik nou gewisseld? Nee. Er zit altijd verantwoording bij. Er zit altijd bij van, dat klopt op dat. En als je dat blijft volhouden, daarom is Erik ten Hag zo groot geworden. Mm-hmm. Dat hij dat vasthoudt, ook mooi. Met hele grote spelers. Heren, we maken even een uitstapje altijd langs de velden. Dan kijken we even naar ander voetbalnieuws bij de andere wedstrijden. In dit geval was er heel veel sportnieuws over het algemeen. Dus we hebben het voetbal heel even weer aan de kant geschoven. Want er waren wel aardige sportprestaties. Laten we eens beginnen bij Sivan Hassan. Die bijna de tweede tijd op een marathon ooit zet. In 2:02. Wat mooi, hè? In Chicago. Dat is ook weer niet normaal natuurlijk. Knap, en weer Nederlands trots natuurlijk. Ja. Heb jij ooit een marathon gelopen, René? De halve. Was ik 41, dat is 40 jaar geleden. Ja. En toen liep ik hem in 1:19:11. Ja. Dat kun jij met de bromfiets niet, maar dat maakt niet uit. Daar liep ik 1:19:11, de Twente Marathon. Daar staat ook nog op papier, dus mocht je niet geloven. Nee, dus ik wil wel even dat je dit meeneemt inderdaad. Ik liep 10 kilometer in 33:30. Jezus. Ja, dus ik kon goed hardlopen. Ik vind het fantastisch dit om te zien. Maar nooit een hele gedaan. Alleen maar 15. Ja, maar als je bij elkaar optelt, dan is dan het wel. Dan was het wel 800. Ja, nou ja, prima. Maar de hele was voor mij te zwaar. Dat was 80 uur per week trainen. Jezus. Heb jij ooit gedaan een marathon of iets? Nee, nu lukt het me niet meer in verband met mijn knie. Die is versleten. Maar ik kon ook goed duur lopen. Ik vond het ook mooi. Ik vond het ook fijn. Gewoon in de natuur lopen. Oh. Maar het is natuurlijk wel ontzettend knap. Hè? Ja. Ik heb haar af en toe mogen zien op Papendal. En, dat ik daar sliep toen ik nog bij Vitesse werkte. Maar trainen. Ja, hele
rustige dame. Ja, en, ja. Ze is getrouwd met een Nederlander, of niet? Ja, maar ze is wel, het is natuurlijk wel enorm knap als ze echt niet normaal. Maar kijk ook die beentjes en de armen, dus wat die niet mee hoeft te showen alleen al. Wij hebben iets van 4 zandzakken op de rug. Zij liep 2:13:44 en de tijd, het record is 2:11, dus net 2 minuten. Maar dat is de tweede snelste tijd ooit voor een vrouw. Ja, dat is echt niet normaal. Dat is knap. Overigens heeft Badr Hari ook gevochten dit weekend. Dat ging niet zo goed, want hij kreeg een flinke poffert op zijn neus. Hier zien we er nog een foto van. Van Uku Gyurgyendal. Ik moest hem even opzoeken, ik kende hem niet. Maar ik zag wel de beelden dat hij een flinke klap kreeg. 38 jaar ondertussen alweer. Ja, mensen spreken van het feit dat het over en uit is voor de Ja, ik denk het wel. De kickboxer. Hij heeft nu de laatste 3 volgens mij verloren of 1 uitgestapt. Ja, en blessures. Ja. Ik denk dat het ook met leeftijd te maken heeft. Dat je op een gegeven moment dat niet meer, die topsport, dat is ook topsport natuurlijk. Dat je dat nog kan, dat vind ik al knap. Ik kan niet eens zo liggen. Ja. Je hebt dan moeten lopen, jij. Ja. Nee, ik kan dit niet eens, dus laat staan en dan moet je ook nog knokken. Ik zag wel net een mooi filmpje van je. Ja, daar ben ik sterker in, maar dan lig ik lang uit. Dat is wat makkelijker voor mij. Heb jij ooit een keer iemand een poffert op de neus gegeven? Nee, binnenkort. Ja? Ik heb met Flip al over gehad, dus de presentator. Je zou ook eens een keer een poffert op je neus moeten krijgen, dan staat die neus van jou misschien een keer recht. Zou kunnen, maar ik denk dat jij eerder bent. Heren, we gaan het hebben over Heracles Almelo. Even om het glas te zeiken, Jozef, dit is gewoon gezonde vriendschap, hè? Niet dat jij denkt, nee. Eigenlijk diep in je hart hou je wel een beetje van me. Tuurlijk, man. Nee, okay. Tuurlijk. Wel even dat mensen... Ik ben zo blij met jou. En ik wil het ook even dat er op beeld staat, dan ben ik ook blij. Nee, maar dat mag. Altijd nog mag iedereen horen, ik ben blij met jou. Heracles mocht op bezoek bij Go Ahead in Deventer. Ja, en daar kan het altijd spoken. En volgens Justin Hoogema had er Heraklide ook last van een off-day. Ja, ik denk wel als je hier met 4-0 eraf gaat... Ik denk ook de manier waarop, gewoon te makkelijk tegen doelpunt. Je weet hier, je weet met de supporters hoe Go Ahead hier speelt. Daar waren we goed op voorbereid, maar uiteindelijk in de wedstrijd, als je ziet, eerste kwartier sta je al met 2-0 achter. Ja, dat mag gewoon niet gebeuren, mag ons niet overkomen. En ja, wat dat betreft kun je gewoon spreken van een off-day. Ik denk dat we een kleine fase hebben gehad naar rust, waarin we de betere waren, waarin het wachten was op een doelpunt van ons. Maar dat is gewoon een veel te korte fase om het voor de hele wedstrijd goed te maken. Ja, een off-day hebben ze het over. 2-0 achter binnen het eerste kwartier, René. Ja. Waren zij nou zo slecht of was Go Ahead zo goed? Go Ahead thuis is sowieso gevaarlijk, dat wil zeggen voor de tegenstander. Haak heeft er wel een echt team van gekregen. Ja. Het zijn, ik noem dat even met alle respect, middenmoot eredivisie spelers. Maar hij haalt er wel het uiterste uit, want Heracles had helemaal niks te vertellen. Nee. Dat wel raar is, toch? De enige wie was Bultman, die bleef overeind achterin. Dus 18 jaar, dat is knap. Maar de rest zakte voor mij allemaal half door het ijs. Ja. En Hansson zat nog een beetje dreiging in. Maar het is te plichtmatig. Als ze op het gras uitkomen, lijkt net of ze verlamd raken. Ik weet niet. Go Ahead was heer en meester, man. Liet ze over zichzelf heen lopen een beetje? Of, ja, het ging allemaal, ja. Het is te makkelijk dan weer. Maar wie zag je dat meer? Zag je dat bij Go Ahead tegen Heracles? Of zag je dat bij Fortuna meer tegen Twente? En hoe bedoel je? Dat Fortuna dat zich liet overlopen? Overlopen? Nee, Twente is kwalitatief was veel beter als Fortuna. Ja. Dat verschil. Fortuna een beetje, had misschien iets feller gekund, maar kwalitatief was dat gewoon een stuk minder. Maar Heracles moet zich wel beter kunnen meten met Go Ahead. Dat ligt dichter bij elkaar dan Fortuna en Twente, qua kwaliteit. En dat zie je dat de strijd die ze hadden, Go Ahead, de wil om te winnen, heeft Haken erin gekregen. Ja. En er staan poppetjes die niet beter zijn op 4-5 posities dan Heracles. Daar ben ik van overtuigd. Maar Heracles liet zich gewoon afbluffen. Zijn jullie al bezig met het analyseren van jullie volgende tegenstander intern? Nee, dat doet Davy de Jong bij ons, onze videoanalist, samen met Sander Duits. Maar dat gaat wel deze week gebeuren. Ja. Hoe ver van tevoren doen jullie dat vaak? Is dat altijd? Over het algemeen pakken we 2 wedstrijden van tevoren. Ja. Scouts erop af of analisten? Analisten, ja. En dan wordt het besproken. En dan gaan we kijken van hoe we het gaan doen. Wat valt jou op aan het spel als gewoon voetbal kijken van Heracles? Of heb je daar weinig tijd voor om dat ook nog mee te maken? Nou, ik probeer het wel. Hè. Ja. Ik probeer ook zoveel mogelijk wedstrijden te kijken. Kijk, je ziet wel dat ze natuurlijk op kunstgras kunnen ze aardig uit de voeten, met name thuis natuurlijk. Hè. Naar gras. Ik weet niet als dat
dat ja, het een groot verschil is. Alleen je ziet thuis zijn ze natuurlijk behoorlijk sterk. Mm-hmm. En dan heb ik gezegd, ik vind wel dat ze een mooie spelopvatting hebben. Er zit wel voetbal in. Ja, ze hebben ook wel wapens met de spits. Hè, die jongen wie van Vitesse komt. Hè, voor mij komt hij van Stuttgart, dacht Stuttgart, ik. Stuttgart, ja. Hansson vind ik wel aardig. En ik vind dat er wel nogmaals een mooie spelopvatting ligt. Ja. En ja, dan kom je natuurlijk... uit bij Go Ahead, ja, daar hebben eigenlijk alle ploegen het heel erg lastig, want die zijn thuis wel enorm sterk. Die hebben afgelopen, wat is het, 15, 20 wedstrijden ook gewoon nog niet verloren in de Adelaarshorst. Een paar goede aankopen hier gedaan. Ja. Die lange grote voorin, het zit gewoon goed in elkaar. Blijft altijd lastig dus. Ja. Volgende week moeten jullie zelf tegen, over 2 weken dan, eerste Interlandweek, moeten jullie zelf tegen Heracles. Daar zit gezonde rivaliteit bij. Leuke rivaliteit in mijn ogen. We zien ze hier ook op de stand natuurlijk staan. Waarbij Heracles ook wel in het linkerrijtje al zit. Maar ja, we zijn net begonnen met de competitie natuurlijk. Maar terug naar die gezonde rivaliteit, Jozef. Wat maak jij daar van mee? Of wat is jou daar al over verteld? Nou, eigenlijk nog. Vrij weinig. Ja, weinig. We hebben natuurlijk ook een samenwerking met de academie. Mm-hmm. Dus dat weet ik wel. Maar van de rest is me daar weinig over verteld. Want ja... Ik moet wel eerlijk zeggen, we leven heel erg in het hier en nu, hè, van wedstrijd dus naar wedstrijd. Ja. En ik heb daar nog weinig over gehoord. Mm, okay. Is ook wel een stuk minder geworden. In 2004 en 2005 begon dat voor het eerst. En toen was het nog echt elkaar de voordeuren beschilderen. Nou, 's nachts, je kent allemaal wel dat soort gauwhoer. En nu, het is nu wat een stuk tammer. Ja? Ja, een stuk rustiger aan beide kanten. Gaat er ook niks meer gebeuren? Nee, normaal gesproken niet. Want ze zijn wel weer in de Eredivisie. Dus ja, maar dan waren ze tussenliggende jaren ook heel veel. Twente was er volgens mij even uit en Heracles een keer. Maar over het algemeen is dat niet meer. Die strijd is ook weer stukken minder geworden. Ja. Blijft wel rivaliteit. Maar juist leuk, toch? Weet je, de Twentse derby, wie gaat dat winnen, weet je wel? Jawel, zeker. Maar er zijn heel veel spelers die weten niet eens, bij wijze van spreken, waar Almelo ligt. Die komen uit het buitenland en die denken van, het zal allemaal wel. Mm. Rivaliteit, die krijgen dat wel mee natuurlijk. Lesje topografie voor Jozef dan uiteindelijk. Ben je er een beetje klaar voor, Heracles? Ja, we zijn voor elke wedstrijd zijn we klaar. Mm-hmm. Dus dat zal ook voor Heracles gelden. Dus daar gaan we gewoon naartoe werken. Je verliest ook geen jongens volgens mij deze week, toch? Voor Interlands? Ah, oh, best wel, hè? Ja? Ja, wat jonge gasten. Mats en Julian gaan naar Nederland onder de 18. Mm-hmm. Samsted. Ja. Sadilek. Natuurlijk, met zijn broertje nu. Juri Regeer. Ja. Jong. Ja. Heel veel jong natuurlijk, daar hou ik helemaal geen rekening mee. En dan zal ik nog... Voor mij vergeet ik nog één. Nog eentje. Maar dan moet ik... Die rectificeren we wel. Ja, stop een balkje onderin. Okay. Komt helemaal goed. Goed, Jozef, we wensen jou daar heel veel succes mee. We gaan namelijk over naar de winactie, René. Oh. Weer elke... Oh, zegt hij. Moet ik hem even pakken? Ja, ben je wel voorbereid, toch? De nieuwe of de oude? Eerst de oude, doe maar eventjes. Dan zal ik aan Jozef uitleggen. Elke week geven wij wat moois weg. Het is net vroeger met Mies Bouwman. Ja. Ja, dat weet jij niet. Nee. Dat was ook al. Al die prijzen kwamen later op tafel. Kijk eens. Die wordt zo vreselijk goed verkocht na de uitzending. Blijkbaar ik hoorde ook. Ja. Het stond in de krant bestseller. Is dan worden nummer 3 binnen in de top 10 van boeken. Dat zei je vorige week al. Echt. Maar ben je een boekenfan ook? Nee. Heb jij dit boek, heb je daar wat over gehoord? Nee. Dat snap ik wel. Ik ook niet. Nee? Plaatje ik hoorde het wel. Ik zag het overal voorbij komen. Dus nee, maar het wordt giga verkocht omdat het een verhaal is. Dat is niet normaal. Jongens in de Sahara die omkomen. Die vrienden van Eddie van der Leyen. Die komen daar op het verkeerde spoor. Die komen daar om. Zo. In de Sahara, geen eten, geen drinken, dat is niet normaal. Een aangrijpend waargebeurd verhaal over vrijheid, avontuur en broederschap. Eddie van der Leyen. Wordt giga verkocht. Ja, het gaat ongelooflijk goed. En wij mogen een mooi exemplaar weggeven. Gesigneerd en al, in naam van Mark en Peter. Veel leesplezier. Groet Eddie, staat erbij. En de winnaar daarvan, die hebben we mogen uitkiezen, is Ed Miranda Kiens. Zij schreef, ik heb al een artikel in de krant gelezen, het lijkt mij een prachtig boek. Dus, Miranda, mee even appen. Dan we zorgen ervoor dat Miranda een appje naar jou stuurt. Dan stuur jij een mooie boek op. Dan zorg ik dat het bij haar terecht komt. En René, wat heb jij als oude... Het knettert wat, Mick, deze knettert week. Wat. Ja. We hebben... God, wat heb je allemaal onder die tafel Jozef, zitten, René? Waar Jozef en ik wonen. Ja? In daar een mooie zit een, onderzaal. De wijnkelder zit daar. En die geeft ons deze prijs. Ja. Hij is sponsor van Voetbaltijd. Kijk eens. En iemand kan dat pakket dus winnen ter waarde van volgens mij 100 euro. Als ik het in mijn hoofd goed doe. Ja. Oké. Dus dit is het bedrijf, maar dan geven we het adres wel vandoor. Ja.
Van de Wijnkelder in Oldenzaal. Wijnkelder in Oldenzaal, daar zit hij. Oh, daar staat hij, nou, ja. Mooi. Dus adres met een staat mooi tasje erbij ook. Maar dat is wel mooi regionaal, dat je niet naar die grote gal en gal weet ik allemaal wat nee, er bestaat. Precies, ja. Dit is echt nog een winkel waar je na 8 uur ook nog even terecht kan. Heb je er ook nog eentje van mij meegenomen? Wijn? Ja, gewoon. Jij krijgt helemaal niks van mij. Zo niet. Nee, joh. Geef mij eens waardering voor wat ik doe, joh. Ja, je krijgt genoeg, jij. Jij krijgt genoeg. Nou goed. Mensen, als jullie deze mooie prijs willen winnen die René weer mooi voor elkaar heeft weten te boksen, ga dan even naar onze Instagram. Laat even een reactie achter onder de foto en een like. En laat even weten waarom jij deze mooie prijs wil winnen. Misschien wel leuk om even te vertellen waar of wanneer jij deze mooie fles wijn gaat opentrekken. En wie weet... Fotootje erbij. Fotootje misschien erbij. Ook wel op de bank. Op de bank. Net als ik. Met een mooie... Ja. Ik hoop niet dat we dat soort filmpjes krijgen. Hè? Goed, we gaan voorspellen. Wagelaar versus de gasten probeerde ik René van zijn troon te stoten als meester voorspeller. Maar het gaat tot nu toe nog niet zo goed, René. We lopen al weken achter op een 3-1 voorsprong bij jou. Ik denk dat het nu al 6-7 weken zo is. Ja, 6-7 ja. weken nu bezig. Begin ja. hadden we even een piek. Ja. En toen in één keer... Jozef, hoe dit gaat, jij kan mij heel erg helpen namelijk. Voorheen deden wij de juiste uitslag krijgt een punt. René heeft dus 3 keer een wedstrijd goed voorspeld. Maar we zitten nu al 6 weken op deze uitslag. Dus okay. We zijn even naar de notaris gegaan. We hebben gezegd, notaris, dit klopt niet zo. Notaris van Alst. Notaris van Alst. Dus die heeft de spelregels even aangepast. Waarbij wij zijn uitgekomen met de volgende regels. Juist het team goed, die wint. Dus 1 puntje erbij. En heb jij de uitslag goed, dan krijg je 3 punten. Oké. Okay. Is dat een goeie? Ja, dan kan het iets dan kan het iets eerder, ja. eerlijker worden. Ja. Dus, en ook helemaal, aangezien maar 1 pot deze maar week. Maar komt er omdat je het gevoel had, er gaat niemand mee inhalen? Ik had meer het gevoel, dan wil ik jou ook nog een kans geven als zo meteen boven jou sta. Ja, dat was het wel meer. Jozef, we hebben dus maar 1 pot. Normaal doen we Heracles en Twente, maar ja, die spelen tegen elkaar na de Interland weekend. Heracles Twente, als jij het goed hebt, dan pak ik jouw punten. Dus help me alsjeblieft met een goede voorspelling. Ja. Zo. Ja. Ja. We gaan natuurlijk altijd voor de overwinning. Ja. 0-2. René. 1-3. Heracles schiet er nog wel even eentje in. We krijgen altijd een kans. Ja. Gisteren kan zelfs Fortuna die 1 keer in de 16 komen nog een goal maken. Ja, per ongeluk. Dus het kan. En ik zie Heracles, dat vervelende, nare kunstgras waar ik een vreselijk hekel aan heb. Ik dacht trouwens, toen ik die overtreding van Oenestal nog zag, of op Oenestal, dacht ik nog van ja... Dit lijkt me geen rood, maar toen ik de herhaling zag, die ging echt vol op introuwen. Ja, toch wel. Niet normaal. Toch wel. Heren, we gaan afsluiten. Jozef, mag ik jou heel erg bedanken dat je hier aan tafel wilde schuiven. Geen dank. Heel veel succes verder. Interland weekend, dus ga je nog op vakantie, René? Nee. Jij gaat niet weg? Nee, ik ga lekker in Oldenzaal een beetje... Je gaat weer op de bank liggen? Ja, dezelfde een beetje bank. Filmpjes kijken. Een beetje filmpjes kijken? Ja. Nee, nou, ik ga nergens naartoe. Nergens naartoe? Ik ga wel even weg, ja. Mata? Ja. Ik ga mijn vriendin opzoeken in Spanje? Amerika. Ga je in Amerika doen? Amerika. Toe? Zo. Ik kom terug een dag voor voetbaltijd. Dus het kan zijn op de zondag. Dat ik me verslaap. Arnold. Gast. Arnold Brugink is dan volgende week. En waar ga je naartoe? Ik ga naar West Virginia. Dus daar studeert mijn vriendin. Dus, dat is wel een Nederlandse vriendin. Het is een Spaanse vriendin ook nog. Ja, ja is waar. Spaanse vriendin. Kun je daar een foto van in beeld laten zien? Of niet? Nee, dat doen we maar niet. Als mensen een foto willen zien, dan moet je maar naar mijn Instagram-pagina gaan. Ik zal de hele situatie nog wel uitleggen. Ik zal even bellen dat die vriend op tijd weg is daar. Bedankt, leuk dat je er was. Over 2 weken zit Arnold hier dus aan tafel. Onwijs leuk. Vergeet dus ons niet te volgen. Abonneer je even op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Instagram en op Spotify. En dan hopelijk zien we jullie over 2 weken. Tot dan!